Het parlement wijst elke vorm van aanslag op de rechtsstaat en de democratie af. Dit zei VHP-assembleelid Aziz Kumar Gayadin gisteren in de Nationale Assemblee tijdens een openbare vergadering. Hij deed een dringend beroep op de regering om alles in het werk te stellen, een onderzoek in te stellen naar de aanslag van 13 januari op het gerechtsgebouw aan de Wulvingstraat, waarbij er 10 schoten zijn gelost en 3 granaten op het terrein zijn gegooid. Diverse DNA-leden benadrukten het belang van een gedegen onderzoek. DNA-voorzitter Marinus B. onderstreepte dat dergelijke zaken niet horen in een rechtsstaat. Wij hebben diverse camerasystemen in het land, Safe City, Paramaribo Safe City, voorzitter, dat we alles inzetten om de daders te kunnen traceren, voorzitter, niet alleen, maar dat het nooit meer moet voorkomen, voorzitter, dat we dergelijke incidenten weer meemaken, voorzitter. Voorzitter, we zeggen dit niet alleen omdat een geval zich heeft voorgedaan. Wij zijn een land waar er investeerders zijn. Wij zijn een land waar we democratie hersteld hebben en dat we onze rechtsstaat wensen te beschermen. Dus wij roepen de regering op om alles in het werk te stellen en zo'n daad af te wijzen, af te keuren, voorzitter. Vragen de regering. Conform de statement van de fractieleiders. Om inderdaad hiernaar te kijken. Als land is er geen ruimte voor zulke activiteiten en dat er krachtig wordt opgetreden, zodat die rust er weer terugkomt. Nadat meerdere DNA-leden hebben geroepen dat de regering een update geeft over de kwestie, liet minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie weten dat er een diepgaand onderzoek is ingesteld naar de aanslag. Het onderzoek dat nog loopt, wordt door een speciaal onderzoeksteam uitgevoerd onder aansturing van een officier van justitie. Intussen zijn de veiligheidsmaatregelen ter plaatse opgevoerd. Ik kan aangeven, in de avonduren is er sprake van wegafsluiting en er zijn meer beveiligers ter plekke. Daarnaast zijn er instructies gegeven om aan alle regiocommandanten voor verscherpte controle bij strategische locaties, waaronder nutsbedrijven, banken, het parket, overheidsgebouwen, ambassades, consulaten en andere strategische objecten. Voorzitter, ten aanzien van de status van het onderzoek, de onderzoeksunit is druk bezig geweest de beelden in en rondom het gebied te analyseren en kunnen in het belang van het onderzoek op dit moment niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Ik kan wel aangeven, voorzitter, dat het gaat om een aantal beelden van verschillende camera's. De bewindsman geeft aan dat de projectielen die zijn gegooid op het terrein van het gerechtsgebouw door de bomsquad van het Bureau Nationale Veiligheid intussen onschadelijk zijn gemaakt. Het gaat om een RPG anti-tank projectiel, een mini-RPG en handgranaten die waren vastgetaped aan elkaar.